mossel. Gaan we bouncen of niet? Tuurlijk! Ik wil niet weten hoe we gaan eten daar. De Surinamers kunnen zo goed koken. Ik zeg je eerlijk, of niet Longa? Niemand hoeft mij te vertellen dat Surinamers mensen goed kunnen koken. Dat is gewoon een feit. Ik chappen wel vaak bij studies, weet je, maar ik spin wel veel tijd in de wc daarna. Shit. Hey. Hey. Bij de Bijlmerstation, waar precies? Poortje. De cameraploeg staat naast me, staat me te filmen. Hoezo kom je dan? Die wachten we nu. Oké, doei. Wat was dat? Mijn zus komt eraan, we moeten even op haar wachten. Serieus? Zo, waar is ze? Gaat ze lang doen? Ze komt er snel. Thomas bij Kwakkoes gaan niet wachten. Dus, Dat haat ik nou, altijd wachten. Mag niet uit. Oh, alle tijd. Wacht, lang is het? Mag ik niet gebeld worden of is dat nou ook alweer iets? Ik vraag het. Ja, ik vind het gewoon nergens op slaan. Vind je nergens op slaan? Nee. Ik wil net bij. Ik heb het ook vast. Hey, ga je doen, hè? Fuck, man. Waar gaat ze naartoe dan? Of ik dat weet. Nou, ik wil wel naar Kwakkewitz. Dus snel. Ja, snel. Hey, je zus komt eraan. Komt eraan, eindelijk. Jarenplan. En ze is wel vader of ligt het aan mij? Film maar gewoon. Film als je iets wil filmen, kan je het gewoon filmen. Want vanaf nu af aan doe ik echt gewoon. Gewoon mee. Wat is er gebeurd? Wacht. Wat is er? Ik werd gewoon vanochtend gebeld. Ik ben genomineerd. Ik krijg gewoon een prijs. Dus ik zeg het gewoon thuis. En wat denk je? Ik mag niet gaan. Wat is het? Ik doe dus vrijwilligerswerk in het Slotervaartziekenhuis. En ik help gewoon kinderen en ik lees voor. En je weet toch wat ik allemaal doe? Het is wel leuk. En ik heb gewoon een prijs gewonnen. Serieus? Wat is dan het probleem? Ik mag niet gaan. Je mag niet naar die uitreiking gaan. Mijn vader wil niet. Kom. Ja, hij wil gewoon. Nee, Marokkanen mogen niet op tv komen. Dat je broertje dat doet, dat is tot hier aan toe, maar jij niet. Maar het is toch juist goed? Ja, dat zeg ik ook tegen hem. Nee, het is niet goed en ik mag gewoon niet eens die prijs ontvangen. Ja, kan je niet beter naar je vader luisteren? Misschien valt er wel wat anders te regelen, weet je? Zoals wat? Volgens zijn idee beschermt hij jou tegen iets dat je niet op tv komt en dat mensen dan ook niet over je gaan praten. Dat zegt ze toch ook al van mij? Ja, maar kijk, jij bent de jongen. Dat is gewoon anders, weet je. Kan je beter naar je vader luisteren? We leven hier in Nederland, wij niet fucking Amsterdam. Ik bedoel, ik ben een meisje. Ja, schijt hoor. Ik woon toch niet in Marokko? Vind je vader het nu wel goed dat je nu bijvoorbeeld al gefilmd wordt? Nee, ik ben benieuwd wat jouw vader gaat zeggen als hij jou straks op straat ziet hier. Ja, mijn vader maakt niet uit. Zal ik je wat zeggen? Nee. Als wij op tv komen hiermee, kunnen we misschien voor die kinderen gewoon echt subsidies krijgen. We kunnen van alles. Ik sta hier gewoon helemaal achter. Weet je wat? Komen jullie gewoon allemaal eens even kijken. Ik ben Jamila, kom maar mee naar het ziekenhuis, Slotervaartziekenhuis. En dan gaan we daar gewoon met z'n allen eventjes kijken wat er daar gedaan wordt. En dan kunnen we met z'n allen voor of tegen stemmen wie zegt dit is goed of niet. Dat is een plan. Ja? Dat is wel. Ik vind het prima. Maar ja, we gaan eens naar Kwakkewitz. Oké, maar nu gaan we naar Kwakkewitz. Ik ben het er toch niet helemaal mee eens. Ik ben niet elkaar geworden.